Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is al niet zo vroeg meer. Het is 2:06. En het is 10 november alweer. Ja, momentje, moet even nog zijn melkkorf af. Kom maar, schat. Kom maar. Hé, kom maar. Goed zo. Ja, gaan we weer raar doen. Moet kunnen. Ja, ik ga even nog een bakje koffie doen en dan ga ik eventjes naar de Dekamarkt. En als ik terugkom, dan ga ik verder nog met de kerstspullen. Die slinger die hangt niet naar mijn zin, die hang ik beter op. Ik werd vanochtend met knalde kopijn wakker. Tot mijn verbazing kwam het niet door mijzelf, maar de buurman die was al heel vroeg bezig met boren. Timmeren, dan weer boren, dan weer timmeren, dan weer boren. Dat was weer eventjes stil. Viel hij bijna weer in slaap. En dan begon het weer. Oh, ik ken die vent wel, ik weet niet wat doen. Maar ja, zeg maar niks. Want als je tegen hem ingaat, heb je de grootste ruzie. Maar dat wij hier kwamen te wonen, mochten we niet eens iets morgen om 10:30... boren om schilderijen op te hangen. Nou, dan zeg ik op mijn beurt, dan mag jij niet vanaf 8:00 gaan boren, 's morgens. Als wij het om 10:30 niet mogen, mag hij het ook niet, toch? Of heb ik dat verkeerd? Maar ja, oké. Gedane zaken nemen geen keer. Hij is af en toe nog bezig, maar daar heb ik dus hoofdpijn door. Ja. Het is wel gezakt, want hij is ook een tijd stil geweest. Daardoor heb ik nog even weer wat kunnen slapen, maar moet ik zeggen, ik voel me op en top. Nou, nee. Maar oké, even een bakje koffie, dat ding. Ben jij klaar? Oh, ik snap er helemaal niks van. Hoe is het uploaden van mijn schoonzoon? Nou ja. Registreren? Nee, dank. Wat weet ik ervan? Registreren? Nee, niet registreren. Nee, dank u. Nu scannen. Over 2-1. Oké, hij is klaar. Maar hoe krijg ik hem daar dan in? Ja. Nou, ik zet hem gewoon in mijn werkmap. En dat moet mijn schoonzoon maar weer bekijken. Hey. Ja, zo simpel als wat. Ik niet te begrijpen ervan. Nou, oké. Ik ga aan de gang, anders kom ik er niet. Want ik ben al laat, ik moet de vader ook nog doen. En ik wil verder. En morgen krijg ik bezoek. Ook Astrid, die heb ik weer uitgenodigd. Want er komt iemand van mijn 50-plus groep. Een mede, tenminste, dat is een lid, die daar lid van is. En zo kan ze het beheer ontmoeten en leren kennen en dan weten ze dat wij niks fouten doen. En dat we toch lief zijn. Ja, we zijn ook lief. Daarom. Hé? Ja. Ja nou. Oh ja? Is het zo? Dat was vrouwtje maar. Hé, hey, hallo. Dat was vrouwtje maar. Moet je niet tegen mij raar gaan doen? Hé? Hey? Moet je niet tegen mij raar doen? Potverdikkie. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier grijs, triest, donker. Het heeft Nou ja, vannacht begon het te regenen hier. En tot hoe laat het door is gegaan, weet ik niet. Maar het heeft best aan het regenen geweest. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, geniet van alles. Doei doei, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis van de woonmarkt. Ik heb heel wat gehaald. Ik heb een tas vol en het is nogal zwaar, want er zitten ook blikken vlees in voor Frodo en voor Eowyn en Gandalf. Er zit een zak met eten in voor Gandalf en Eowyn. Op de trap heb ik al 2 zakken met kattengrit staan. Dus ja, al met al een hele volle bedoeling. Ook weer 2 zakken chips, want dan heb ik voorlopig even genoeg. En daarbij, ja, ik krijg morgen visite, onder andere ook natuurlijk Astrid, die ik erbij uitgenodigd. Maar ja, die vrouw toch ook wel wat wil, toch? Ja, je weet me nooit. Dus ja, ik heb al een bak koffie klaargemaakt.
Verder op het avond, ja. En het wordt alweer, het regent nu ook, ja. Om mijn bril, er zitten spatjes op, merk ik. Maar het maakt niet uit, droog wel op en ons beneden. En ons eigen wel schoon. Ik zal verder aan het werk en ja, ik moet ook nog met de versiering aan de gang. Dus komt allemaal goed, hoop ik. Mag ik hopen. Ja, oké, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden. Ook de hal heb ik versierd. Gewoon een andere kleur slinger, brons, goud, weet ik veel, rood. Heb ik gedaan. En ook langs de trap als ik er door kan. Ja, gedeeld hoor. Want ik heb poesjebeetjes en die zitten daaraan. Een eeuw in vooral, die mag graag die glittertjes eten, ook wat op de grond ligt. En wat krijg je dan? Gaat ze spugen. En dat moet dus niet, hè. Nou, een streng met lampjes van 15 lampjes. Heb ik erin. En dus, ja. Oh, daar is er al eentje kapot. Gaat gehoord. Of als je het los kan ook nog. Ja. Net nieuw. Kun je nagaan. Ah. Wat een ramp, wat een ramp. Nou ja. Ik zweet met apenzuur. En dan moet ik de eethoek nog doen, want ja, die moet nodig schoongemaakt worden, die stoelen. Ja, en dat doet een huishoudelijke zorg ook 1, 2, 3, niet. Moet doen pas één keer in de zoveel tijdjes een keer, maar het moet nodig uit die hoek vandaan. Want Arwen die heeft daar nog op gelegen, dus dat is smeren, dat moet schoon. Nou, en ik heb emmer met snoep klaarstaan. Ja, zit wel in een schone vuilniszak hoor. Maar allemaal snoep, de kindertjes die kunnen van mij wel komen, want het is 11 november. Dus ja. Ja, maar mijn snoepjes en tatai, pepernoten en chocolade. Dus ja, het ruikt ook lekker. Dus ja. Er kunnen geen bacteriën bij komen. Nou, ik dacht dat ik het netjes had zover. Ik heb ook die slinger boven de kast heb ik gecorrigeerd. Die hangt nou omhoog, zoals jullie dat zien. Ja, en nou, ik moet mijn opdraaislinger nog. Die zit in die kist. Mijn opdraaislinger. Ja, er zit nog meer spullen bij. Nou ja, dat doe ik vanavond gewoon. Tussen het bedrijf even door, dat zijn kleinere dingetjes. Die kan ik opruimen in de kast. Die gaat in de kast zo meteen. Maar hier al. Nou. Kijk, mijn adventskalender. Die haal ik gelijk wel even uit. Die heb ik ook van mijn man gehad. En we konden geen plekje vinden. Hij zit hangen me in die krant die ik gemaakt heb. Nou, daar heeft hij dus in gehangen, in die krant. En dan gaat hij straks weer in. Ja toch, is toch lief. Kun je staan? Hij kan nog staan ook. Kijk eens aan. Nou, toch lief of niet dan? Zo, nou, lieve vrienden, geniet nog verder van alles wat jullie doen gaan. En dan gaat het telefoon alweer. Dus ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Het is al laat, zeker vroeg. De zondagochtend, het is 18 minuten over 3, dus tijd om naar bed toe te gaan. Ja, ik maak het ook nog niet langer dan het nodig is. Ik wens jullie wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. Ook ik moet vroeg op, want Astrid komt. En ik krijg nog meer bezoek, tenminste van eentje nog. En dat is Femke Loijs van Facebook. Die lid is van mijn groep, de 50 plus. Dus ja. Ze zeggen, lieve vrienden, tot morgen. Doei, doei. Oftewel, tot straks. Doei, doei.